Ja, dat het Halloween is, is natuurlijk niemand ontgaan. De bibliotheek in Beuningen had daarom afgelopen zaterdag een gieselnacht voor kinderen en hun ouders, waarbij ze ook mochten blijven slapen. Nou, ik wilde heel graag in de bibliotheek slapen. En ik vond het leuk. Ik hou ook een beetje van lezen. Dus. En hou je ook een beetje van Halloween? Ja, zeker. En vind je het vanavond hier een beetje eng? Klein beetje. En waarom? Omdat sommige mensen zijn wel echt heel goed verkleed en dan lijkt het net echt. En dan ziet het er wel een beetje eng uit. Ja. Dan heeft ze vaseline met bloem en dan heeft ze daar dat op me gesmeerd en daar nepbloed overheen gedaan. En vind je zelf dat je er eng uitziet? Een beetje. De bibliotheek in Beuningen organiseert wel vaker een night at the library. En nu was de tijd om het een keer tijdens Halloween te doen. Het was best wel moeilijk om te bedenken wat kinderen tussen 8 en 12 jaar eng vinden. Dus alles wat wij zelf eng vonden, dachten we van nou, dat moeten we niet doen. Dus we zijn heel erg aan het zoeken geweest om daar een beetje een middenweg in te vinden. En ik denk dat dat gelukt is. En wat vind je zelf vanavond het engste? Om te gaan slapen, want tegenover ons, ik slaap boven, en tegenover ons liggen twee vampieren. Een vader en een zoon, en die vind ik heel eng. Er was ook een echte thriller dance workshop waar iedereen, kinderen en ouders, enthousiast aan meededen. Ik moest eerst een beetje kijken van hoe moet dat allemaal denken. Maar uiteindelijk begreep ik het allemaal wel. En toen was het best wel leuk. Nou, hij leest er heel graag over. Hij heeft heel veel boeken thuis ook. Dus thuis slaapt hij ook altijd al tussen de boeken. En hij tekent strips. En daar komen ook altijd heel vaak enge dingen in voor. En games maakt hij, ook vaak met enge dingen. Dus hij zit goed in de enge spullen. Onze verslaggeefster heeft de bibliotheek uiteindelijk angstig verlaten. En daarna hebben we nooit meer iets van haar vernomen.